Welkom in deze transmissie Welvaart en Rijkdom met de Groen-Gouden Vlam. Universele vlammen en stralen zijn eigenlijk grote lichtstralen, bundels energie. En er zijn stralen op verschillende golflengten en in verschillende kleuren. Je kan het vergelijken met een regenboog of met licht dat je door een prisma laat schijnen. De universele stralen ontstaan allemaal uit de bron, net zoals wij allemaal uit de bron geboren zijn. En dat maakt ook dat wij allemaal stralen in ons lichtlichamen hebben. Tenminste, als we onze zuiverste staat van zijn belichamen. Want doorheen de vele incarnaties en de daarmee gepaardgaande uitdagingen, zijn onze lichtlichamen vertroebeld. De verbinding met de stralen en de desbetreffende vlammen zijn we uiteindelijk verloren. Net zoals de kennis om met de stralen en hun vlammen te werken. Elke vlam draagt een specifieke eigenschap in zich. En nu we het tijdperk gekomen zijn dat we massaal kunnen ascenderen, is het tijd gekomen om opnieuw te herinneren wat de vlammen zijn en hoe we die kunnen gebruiken. Deze vlammen zijn energetische vlammen afkomstig van de bron. En de stralen dragen dezelfde energie, maar bewegen van de ene plek naar de andere plek. Je kan het vergelijken met wanneer het licht via een bepaalde hoek op een spiegel of een glas schijnt. Dan zie je ook verschillende kleuren van het licht, wat normaal niet met het blote oog zichtbaar is. Deze stralen zijn er echter altijd, of je ze nu kan zien of niet. En hierdoor kunnen ze jou bijstaan in je groei en in je ascensie, in je bewustwording. In elke transitie die ik maak en deel op YouTube of gebruik in de cursussen, werken we altijd samen met die universele vlammen en stralen. En ter ere van het boek 96 Vlammen dat vanaf vandaag beschikbaar is, deel ik met jullie deze transmissie waarin we met de gouden groene vlam werken, of de groen-gouden vlam werken, om jou te openen zodanig dat je meer welvaart en rijkdom kan toelaten in jouw leven. Wanneer je er klaar voor bent om deze overdracht te ontvangen, dan kan je gaan liggen of zitten op een comfortabele plek. Zorg dat het een rustige plek is, dat je even tijd kan nemen voor jezelf. Sluit dan je ogen als je er klaar voor bent. En adem richting je buik. Met elke ademhaling laat je stress en spanning los. En je ademt ontspanning en rust in. Laat alle afspraken, alle zorgen, alle to-do's los. En zak bij elke ademhaling nog dieper in die ontspanning en in die rust. Voel hoe de energie door je armen en benen stroomt. En laat alles wat je niet meer nodig hebt wegstromen via jouw benen naar de aarde. Adem in en laat je buik poller worden. En adem uit via je mond. Doe dit zodat je in vier tellen inademt. Hou dat je adem even vast gedurende vier tellen. En blaas vervolgens zachtjes hoorbaar weer uit in vier tellen. Vraag assistentie bij je hogere zelf en je gidsen om jou bij te staan bij deze transitie. Geef toestemming zodat ze jouw energieveld kunnen en mogen betreden. Aartsengel Metatron is aanwezig als aartsengel die het dichtste bij de bron staat en verbonden is met het Christusbewustzijn, het hogere eenheidsbewustzijn. Visualiseer hoe aartsengel Metatron je grondingskoorden optimaliseert en aanpast aan je huidige energie.
Er zijn op dit ogenblik 5 grondingskoorden actief. 2 grondingskoorden vertrekken vanuit je voetchakras, onderaan je voeten, naar de kristallenkern van de aarde. Een derde grondingskoord vertrekt vanuit je basischakra, de hoogte van je stuit. Een vierde grondingskoord verbindt je hartchakra met de kern van de aarde. En een vijfde grondingskoord verbindt je pijnappelknoer, die zich in het midden van je hoofd bevindt, via een grondingskoord met de aarde. Aardsengel Metatron brengt je chakras op één lijn en optimaliseert waar nodig. De chakras die te veel openstaan worden kleiner. De chakras die gesloten zijn of te weinig voeding krijgen worden verder geopend. En ik vraag Aardsengel Metatron om niet alleen de 7 hoofdchakras te transformeren naar optimaal, maar ook de 5 nieuwere hoge chakras worden geactiveerd en getransformeerd. Het kan zijn dat je een witte diamanten energie waarneemt, wat het Christusbewustzijn en dus het licht van Aardsengel Metatron vertegenwoordigt. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Blijf rustig in en uitademen terwijl Aardsengel Metatron jouw energieveld aanpast. Breng je aandacht naar je zonnevlecht. Dat is het punt tussen je navel en je borststreek. Maak contact met je zonnevlecht door je rechterhand op die plaats te houden. Hoe voelt het? Voel je warmte? Of voelt het eerder koud aan? Zijn er tintelingen of andere gewaarwordingen? Visualiseer de hoogte van je zonnevlecht een bol energie. En de kleuren van de bol energie maakt niet uit, want naarmate je bewustzijn verruimt, verandert de kleuren die door je energieveld en chakras stromen. Word je bewust van wat er gebeurt. Je zonnevlecht is het centrum die je verbindt met de buitenwereld. Wanneer dit niet te veel gesloten is, zou je moeilijkheden ervaren met jezelf, de wereld in te zetten. Wat automatisch betekent dat je in diezelfde mate kan manifesteren. Ik roep de groen-gouden vlam aan. Je ziet met je innerlijke oog hoe een groen-gouden vlam voor je verschijnt. Het kan zijn dat je ook een straal ziet die dan transformeert in een krachtige vlam. Laat je energieveld zich aanpassen aan de aanwezigheid van de vlam. De bol energie, de hoogte van je zonnevlecht, reageert op de groen-gouden vlam. Energetische koorden vertrekken vanuit je zonnevlecht en verbinden zich met die groen-gouden vlam. Dit is het moment waarop je alle angsten, alle overtuigingen met betrekking tot tekort en schaarste aan de groen-gouden vlam kan geven. Gevoelens van in de steek gelaten te worden. Ervaringen van hongersnood. Armoede. Gevoelens van falen en niet genoeg te hebben. Te weinig ontvangen. Niet voldoen aan iemand zijn verwachtingen. Gebrek aan zelfwaarde. Geef dit alles in overgave en vertrouwen aan de groen-gouden vlam, zodanig dat die alles kan transmuteren.
Bij elke ademhaling geef je alles wat jou beperkt om welvaart en rijkdom te ontvangen aan de groen-gouden vlam. Bij elke inademing ontvang je via een nieuwe energetische koord zuivere energie van de groen-gouden vlam. Zie hoe je zonnevlecht meer en meer die groen-gouden energie overneemt. Stuur vervolgens de energie van de groen-gouden vlam doorheen je volledige lichaam. Tot in elke cel, elk atoom, elk elektron van je wezen. En visualiseer een zuil van licht door alle lichamen en chakras heen. Je staat als het ware in de groen-gouden vlam en wordt helemaal omgeven door zijn zuiverende krachtige energie. Laat de vlam je volledige energieveld omhullen. Geef toestemming, zodat de vlam jou bevrijdt van alles wat niet langer deel uitmaakt van het hoogste licht. De groen-gouden vlam versterkt je energieveld. Zeg 3 maal, ik ben altijd en overal beschermd. Ik ben altijd en overal beschermd. Ik ben altijd en overal beschermd. Ik ben open om alle welvaart en rijkdom van dit oneindige universum te ontvangen. Ik ben het waard om alle liefde, alle overvloed te ontvangen. Ik ben de persoon die het magische wezen alle welvaart aantrekt in zijn leven. Ik ben dankbaar voor zoveel geld dat constant mijn leven binnenstroomt. Ik ben dankbaar voor de onvoorwaardelijke liefde in mijn leven. Ik ben het waard om liefde te delen met een andere ziel voor mijn hoogste goed. Ik ben altijd en overal beschermd. Ik ben gezegend. Ik ben dankbaar voor dit leven. Ik ben open om alle geschenken en zegeningen te ontvangen. Ik ben afgestemd op het ontvangen van mijn wensen. Enkel de wensen die voor mijn hoogste goed zijn, verschijnen nu in mijn leven. Ik ben het waard om in mezelf te investeren. Ik ben de persoon die voor meer overvloed zorgt door wie ik ben. Ik ben een magneet voor overvloed en welvaart. Ik ben één met alle overvloed en rijkdom van de wereld. Ik ben vervuld op elk vlak van mijn leven. Visualiseer hoe overvloed, welvaart en rijkdom je leven binnenstroomt. Voel de opwinding wanneer je jouw wens ontvangt. Hou je handen nu in gebedsvorm voor je hart en visualiseer dat jouw overvloedige toekomst zich tussen jouw handen bevindt. Voel het, zie het en vooral weet dat het zo is. En blaas dan leven in jouw visualisatie. Blaas tussen jouw handen en open dan je handen. Overhandig het aan de groen-gouden vlam die het meeneemt en transmuteert, zodat het zich in de realiteit kan gaan vormgeven. Adem in en voel terwijl je inademt via je kroonchakra
de diamanten straal je energieveld binnenkomt. De diamanten straal vermengt zich met de groen-gouden energie van de vlam die reeds in jouw lichtlichaam aanwezig is. Ze stromen doorheen je bovenste chakras tot in je hartchakra en vormen daar samen een vlam. Vanuit de kern van de aarde komt de zilveren vlam je energieveld binnen. Via je voetchakras en grondingskoren komt die omhoog en verbindt zich met de groen-gouden energie aanwezig in je onderste chakras. Beide vlammen komen samen ter hoogte van je hartchakra. Van zodra alle vlammen samenkomen in je hart, ter hoogte van je hartchakra, gaan ze spinnen en om elkaars as draaien. En op het ogenblik dat de vlammen gaan ronddraaien, merk je dat de energie van je volledige lichtlichaam wordt uitgebalanceerd en geoptimaliseerd. Het wordt aangepast aan je huidige groei. De vlammen blijven ronddraaien tot op het punt dat deze energieën volledig met elkaar verbonden zijn. En een wit diamanten vlam creëren ter hoogte van je hartchakra. Vervolgens verschijnt binnen in de diamantenvlam een blauwe roos. Een blauwe roos is het teken van de verbinding met het kosmische hogere hart, wat gebeurt via de energetische poort van je hartchakra. Nu kan de universele energie van onvoorwaardelijke liefde je leven binnenstromen. Via je hartchakra stroomt deze universele liefde binnen en ruimer de wereld in. Deze diamanten energie stroomt vanuit je hart naar boven naar de bron en naar onder richting de kern van moeder aarde. Op deze manier ankeren we meer onvoorwaardelijke liefde op aarde, dat voor iedereen aanwezig en beschikbaar is. De lichtwezens van de eenheid, Moeder Aarde en de bron bedanken jou voor deze service. Wees bewust van de eenheid in jezelf en de eenheid in je hart. Zie je leven vanuit de ogen in je hart, spreek vanuit je hart en leef vanuit je hart. Alle lichtwezens verlaten je energieveld. Je groningskoorden worden opnieuw aangepast en geoptimaliseerd. En ook je energieveld wordt beschermd en geoptimaliseerd. Zeg 3 maal, ik ben gevolgd door je naam. En kom dan volledig terug in het hier en nu. Terug in de ruimte waar hij zit. Open je ogen wanneer je klaar voor bent. En uit dankbaarheid voor deze transitie. Stuur licht en liefde naar de aarde en naar de lichtwezens die je bijstonden. Geniet nog van het vredige gevoel. Je bent geliefd. Namaste.